Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag rond een kussentje haken, maar dat wordt een bloem. Dadelijk ga je heel leuk in het rond haken. Ik vertel je zo wat je nodig hebt. Eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken op YouTube. Iedereen kijkt ook echt met heel veel belangstelling en stelt veel vragen. Ik probeer ze allemaal te beantwoorden. Zet ze onder de link, of hieronder in die omschrijving. Daar kan je je opmerkingen en je vragen stellen. En ik ga het zo rustig mogelijk uitleggen. Ik ondertitel ook altijd alle video's, tenminste zoveel mogelijk. En nou ja, dan gaan we dadelijk beginnen. Tot zo! We beginnen wel dit kussentje te haken met het rondje. En het rondje met stokjes, die link zal ik hieronder zetten. Kijk, deze die heb ik al gemaakt, maar deze is, je denkt deze is goed. En dan kan je daar die bloem op haken. Maar dat is niet zo. Deze is te groot. Je trekt eigenlijk door die bloem, komt het er overheen. Dus het rondje moet ongeveer 1 à 2 centimeter kleiner zijn dan je kussen is. Houd 2 centimeter aan. Kijk, er aanhaken kan je altijd nog, maar eraf. Uithalen is toch iets lastiger. Dus, ik vertel wat je nodig hebt en dan gaan we beginnen. Tot zo! We hebben dus nodig een kussentje van de Zeeman. En even kijken. Deze kost €3,99, dus dat valt nog mee. We hebben nog meer nodig. Een stopnaaldje, een schaar, haaknaaldje nummer 4 en een centimeter. En hoeveel wol we nodig hebben, ik heb nu deze gebruikt voor het rondje te haken. Dus je gaat eerst het rondje haken en daarop, hierop gaan we dadelijk de bloem haken. Dus ja, het is natuurlijk heel anders dan dat je gewend bent, want normaal denk je, oh, ik ga die bloem meteen haken. Maar nee, je gaat eerst het rondje haken. En ik zal nog heel eventjes de wol laten zien. Ik heb gebruikt de, even goed inzoomen, Supersoft van Zeeman. Dit is 50 gram en hier zit 199 meter op. Dus je komt hier nog heel ver mee. Ik heb 3 bolletjes gekocht. 3 bolletjes Supersoft. En misschien voor dadelijk op het einde heb ik nog een shiny cotton. En deze heb ik van de Action. En dit is 75% katoen en 25% polyester. En dit is een bolletje van 50 gram. En er zit 130 meter op. Kijk, dit is een proeflapje, maar zover zijn we nu nog niet. We gaan eerst het rondje maken. Kijk, dus dit is het rondje en die maak je zo groot als dat het kussen is, maar dan hou je een stukje over. En ik heb ook de haaknaald, laat je dan op het eind even, ja, of in ieder geval de lus, laat je op het einde eraan zitten. Ik zet heel even de camera neer, dan kan ik het even goed uitleggen. Moment. Ik heb even de camera neergezet, zodat je ziet van wat ik bedoel met laat eventjes de lus aan je rondje zitten. Het is namelijk zo dat de bloem, die rekt een beetje dadelijk het kussen op. Dus dan, kijk, dit is de bloem. Even iets beter filmen. Dit is de bloem. En die maakt direct dus het rondje. Kijk, dit is het rondje. Maar hier ga je dadelijk de bloem op maken. En die rekt een beetje dadelijk uit, doordat je die bloem erop gaat haken. Maar we gaan het stap voor stap gaan wij het uitleggen. Hoe ga ik het uitleggen? Nou, het rondje die komt dus op het kussen, zo. De camera optillen, anders kan ik het niet goed filmen. Zo, kijk.
Je legt dus het rondje op het kussen en dan haak je zo ver of tot hier. Dit is de naad, maar je laat er 1 à 2 toeren laat je open en straks. En je kan natuurlijk altijd, kijk, daarom laat je gewoon de lus er aan zitten. Je kan hem dan nog passend krijgen. Dus je maakt eerst het rondje en omdat ik dit rondje al een keer heb uitgelegd, zal ik de link zitten onder deze video. En dan gaan we nu beginnen met de bloem erop haken. Kijk, dit is een proeflapje hoor. Dit is gewoon, hier heb ik al een keer een rondje gehaakt en daar komt dus de bloem op. Dus je maakt eerst het rondje zo groot als dat het kussen is, maar dan ietsjes kleiner, dus zeg 1 à 2 centimeter kleiner. En je hecht hem niet af, je laat hem dus even open, zodat je altijd, als we dadelijk de bloem gaan, we hier dadelijk zo in een cirkel gaan we deze erop haken. En doordat hij op die stokjes gehaakt wordt, die bloem, trekt hij een beetje zo die stokjes uit elkaar. En daardoor moet je hem iets kleiner maken dan dat je kussen is. Dus ik zal beginnen met een opzetlus. Je maakt een opzetlus. En je begint in het midden van het rondje. En het maakt niet uit welk stokje dat je pakt, maar we gaan dus om de stokjes heen haken. Dus je pakt een stokje op van je eerste toer van je rondje. Ik zal nog even opnieuw doen hoor. Dit is dus je opzetlus. En dan pak je een stokje vanuit je eerste toer. Je steekt je haaknaald in. Je haalt je draad door. Het is een beetje lastig misschien, maar. En je haalt hem door 2 lussen, zodat je een halve vast hebt en je draad goed vastzet. Dan begin je even met 1, 2, 3 lossen, omdat dit je eerste stokje moet zijn. Zie je dat je dus op het rondje nou gaat werken? En nu ga je op het stokje, gaan we nog een keer om het stokje heen. Je draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. Dus je eerste 3 lossen tellen mee als stokje. En nu ga je een stokje, 2 lossen en weer 2 stokjes om ditzelfde stokje heen maken. 2 stokjes. 1, 2. Kijk, dus je begint met je opzetlus en je maakt 3 lossen, dan een stokje, 2 lossen, een stokje en nog een stokje. En dan ga je naar het volgende stokje van je rondje. Dan moet ik weer eventjes het volgende stokje. En daar ga je weer een groepje van 2. Even de goede draad pakken. Van 2 stokjes. 1. Het is moeilijk te filmen, want ik hoop dat je mee kan kijken. Zie je dat je echt om het stokje heen gaat haken? Van 2 stokjes. 2 lossen. En weer 2 stokjes om het stokje heen. 1. En dan ga je weer naar het volgende stokje van je rondje.
En dan ga je weer twee stokjes om het stokje haken, twee losse, en weer twee stokjes. Opnieuw zie je dat het dan zo wel in elkaar gaat zitten, en ik zal het voorbeeld even erbij pakken. Je maakt dus in op elk stokje twee stokjes, twee losse, twee stokjes, en zo ga je de hele toer af. Ik ga nog even verder haken en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Ik ben nu op het einde van de toer gekomen. We hebben dus alle stokjes hebben we nu omgehaakt met twee stokjes, twee losse, twee stokjes, en dan ga je weer naar de volgende met twee stokjes, twee losse, twee stokjes. Normaal gesproken zou je zeggen van nou, dan sluit je de toer, maar dat gaan we niet doen. En ik pak even pen en papier erbij. We gaan nu niet de toer sluiten, maar je maakt dus een soort spiraal. En zo maak je hele kussen. Dus je sluit niet één toer. Kijk, je bent dus dan bijvoorbeeld hier klaar met de toer, en normaal gesproken sluit je een toer, maar nu ga je meteen door naar de volgende toer. Dus je maakt een spiraal. Je gaat elke keer naar de volgende, als je je toer klaar hebt, ga je naar de volgende toer. Dus dan krijg je een soort spiraal. En dan pak ik nog even het voorbeeld erbij. Kijk, hier kan je het goed op zien. Je bent bijvoorbeeld hier begonnen, en dan heb je hier ga je door naar de volgende toer. Zie je dat je dan een spiraal krijgt, dat je niet de toeren sluit, maar dat je gewoon doorgaat, ja, naar de volgende toeren. Iedere keer over elk stokje maak je twee stokjes, twee losse, twee stokjes. Ik ga nu lekker dit voorbeeld afhaken. Dit is ook nog de eerste laag. Hier komt nog een ronde overheen, maar dat leg ik je dadelijk uit. Ik ga lekker verder haken hier, want ik wil nu natuurlijk ook het hele kussen klaar hebben, en dan zie ik je straks weer terug. Tot zo. Ik heb een stukje verder gehaakt en ik doe heel eventjes een steekmarkeerder nog bij het rondje, want ik weet nog niet of ik dat nog verder moet haken. Maar ik ben een stukje verder gaan haken en ik vind gewoon, ik heb al een stukje uitgehaald, het is gewoon te dicht op elkaar, het is niet zoals ik het bedoel. Kijk, ik heb het ook al hier op een foto, toen was ik nog iets verder. Zie je dat de kleur op de foto al, oh, zo zie je het, de kleur op de foto is al heel anders, maar het is meer fuchsia, deze kleur. Ja, ik ben het gewoon aan het uithalen. Ik heb dus op elk stokje twee stokjes, twee losse en een stokje gehaakt, maar ik ga het uithalen, en dan ga ik de eerste toer laat ik zitten, en dan ga ik vanaf de eerste toer ga ik verder met één stokje overslaan. Ik vind dit gewoon, het is te vast. Dit vind ik gewoon nog niet echt zoals ik het hebben wil. Dus ik zie je dadelijk weer terug, en dan beginnen we met om een stokje te haken, of twee stokjes, twee losse, twee stokjes. Dan ga ik gewoon mee verder, en als ik terug ben, dan zal ik je uitleggen hoe ik ook van toer wissel. Dus zeg maar hoe ik dit heb bedoeld. Nou, dan zie ik je dadelijk weer terug. Ik ga het uithalen
En ik ga weer verder haken. Tot zo. Kijk, nu heb ik alles, alle groepjes gedaan, maar ik heb er een stokje tussen gelaten. Dus ik heb niet op elk stokje een groepje van twee stokjes, twee losse, twee stokjes gedaan, maar er iedere keer één stokje tussen gelaten. Dus ik vind hem echt nu veel relaxter, veel mooier als ik het kussen erbij pak zo. Ja, even kijken of ik het zo kan filmen. Even de camera iets omhoog. Zie je? Nu ga ik nog even uitleggen hoe de toer, hoe je naar de volgende toer gaat. Dus je bent op het einde van je toer en dat zie je. Ik zal even de achterkant laten zien. Zie je? Hier zie je dat je een stokje overslaat en een stokje daar stokjes op zet, een stokje overslaat en dan de groepjes erop zet. Dus. En dan zie je dat je op het einde van de toer bent. Je zou er nog een steekmarkeerder in kunnen zetten, maar ja, dat is eventjes ja, aan jezelf of je dat wil. Ik vind dat lastig, want dan moet je weer de steekmarkeerder ook weer eruit halen. Maar dit is dus het einde van de toer en dan heb je één stokje over. De camera even goed zetten. Zo. En dan gaan we nu naar de volgende toer, zie je? En je bent hier dus geëindigd. En dit stokje staat boven het voorgaande stokje en dan pak je niet dit stokje, maar ik pak dan altijd dit stokje zodat het een beetje over elkaar heen gaat lopen. Dus ik pak niet dit stokje, ik pak het volgende stokje. Dus je slaat om, je pakt niet het stokje van diezelfde toer, maar je pakt het tweede stokje, daar ga je onder en ik draai een beetje mijn werk zodat ik makkelijker op het stokje die groepjes kan maken. Een groepje van twee stokjes, dan twee losse en dan weer twee stokjes. En dan zie je dat je met de volgende toer bezig bent. Dan sla je deze over en ga je aan de volgende weer. Je draait wel een beetje je werk zodat je beter hier onder die stokjes kan gaan. En daar ga je weer een stokje opzetten. En nog een stokje. Twee losse. En nog twee stokjes. 1, 2. En zo sla je iedere keer. Dus één stokje overslaan en op het volgende stokje daar ga je weer die groepjes maken. En zo ga je net zo lang verder totdat je kussend passend is. Maar ik vind hem echt al heel mooi aan het worden. Het is veel relaxter dan dat ik het had met op elk stokje die groepjes te maken. Dus dit is gewoon ja, meer bloem. Dan maak je hem helemaal af totdat jij hem groot genoeg vindt. En dat hij goed op je kussen past. En dan gaan we dadelijk verder met de volgende laag die we hier weer overheen gaan haken. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. Kijk, ik heb nu helemaal doorgehaakt en ik zal even meten hoeveel centimeter de doorsnee is wat ik heb. Ik heb doorsnee 39. Kijk, maar hij rekt dadelijk mee. En het kussentje is ook doorsnee, ik zal even kijken, ja, ook op 39, maar ja, je moet daar even gewoon
goed voelen of dat je rondje gewoon groot genoeg is. Maar bij mij is nu het geval dat die groot genoeg is. Kijk, en ik laat die laatste rij, die laat ik open om straks de rondjes aan elkaar te kunnen haken. Dus de eerste rij met zeg maar bloemblaadjes hebben we nu gehad. Ik pak de schaar, ik knip af, je doet de draad door de lus en dan beginnen we, en ik begin eventjes met een wit garen. Oh, deze moet ik nog afwerken, zie ik, maar dat kan later. Je begint weer met een opzetlus. Je pakt je haaknaald. Ik pak even aan. Ik heb even aan de garen gepakt zodat het beter zichtbaar is voor jullie. En je ziet dat je nu bij elk blaadje heb je natuurlijk die opening. Dus je gaat in die opening, daar steek je haaknaald in. Je pakt je draad, je slaat om en je haalt door twee lussen. En dan heb je al je aanhechting. Leg even je draadje aan de zijkant. Zo. Goed aantrekken. Dan gaan we drie lossen maken. En omdat we in totaal vijf stokjes nodig hebben in iedere opening, gaan we nu nog vier stokjes haken. 1, 2, 3, 4. Het is misschien ook wel heel leuk om nog met meerdere kleuren te werken. En ik heb nu toevallig met wit, omdat ik het dan aan jullie beter laat zien. Maar het is ook heel leuk om die toeren af te wisselen met een ander kleurtje. Maar je hebt nu dus vier stokjes gehaakt. En dan ga je naar de volgende. En dan ga je weer die opening zoeken van dat groepje van twee stokjes, twee losse, twee stokjes. En nu ga je in elk groepje 5 stokjes maken. 1, 2, 3, 4, 5. Dus de tweede ronde, die maak je dus helemaal zo rond weer. En dan weer gewoon, je pakt die spiraal weer op, je volgt je voorgaande toer en je doet in elke opening 5 stokjes. En ik ga een stukje verder haken en dan zie ik jullie dadelijk weer terug. Tot zo! En ik heb weer een stukje verder gehaakt en ik had het wit gebruikt omdat ik het zo mooi vond uit te leggen vond. Kijk, je ziet hier gewoon dat ik die 5 stokjes tussen die twee groepjes in heb gezet. En ik vond het zo mooi dat ik iedere keer toch een andere toer met wit verder ben gaan haken. En dan krijg je dit als resultaat. Dus het witte garen is ook gewoon van Supersoft, van de Zeeman. Ja, het is echt... ja, leuk als je dus, en ik heb er ook heel veel plezier in, als je stokjes haken leuk vindt, dan ja, dan is dit gewoon genieten. En ik heb hier aangehecht met een knoopje. Ik zal de link van hoe ik doe aanhechten zal ik hieronder zetten, want die heb ik al een keer uitgelegd. Dat is de weversknoop of de magische knoop, en ik heb het dan gewoon aan elkaar geknoopt en dan hoef je niet iedere keer af te hechten. 1, 2, 3, 4, 5. En het is gewoon heerlijk om stokjes te kunnen haken.
Je kan dit, omdat dit best wel een makkelijk werkje is om mee te nemen, de trein of als je ergens moet wachten. Het zijn toch alleen maar stokjes en iedere keer maak je nu dus een groepje van 5 stokjes. Ik ga nu lekker helemaal het kussen afmaken. Dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. Ik ben nu zover dat ik de laatste ring met 5 stokjes aan het maken ben. Of de laatste ring, de laatste toer. En dan gaan we nog 1 toer doen, tenminste 1 toer. Ik pak nog eventjes het kijk deze ga je gewoon ook afmaken totdat je de hele ring klaar hebt en dan zie je dat? Dan ben je al op het einde. Het glittergaar is natuurlijk optie. Ik vind het wel leuk om het glittergaren te gaan gebruiken zodat je een beetje meer ja, een beetje luxere uitstraling krijgt. Dus die gaan we nou even openmaken. Je maakt een opzetlus. En dan ga je weer het begin zoeken van die toer met die 5 stokjes, dus dat is dus hier 1, 2 in die derde. Daar steek je je draad of je naald in. Je haalt je draad op. Omslaan. En je gaat door 2. En dan ga je op elke stokje een vaste zetten. Dus op elk stokje ga je een vaste zetten. Ik heb hier gewoon haaknaald nummer 4, ga je gewoon mee verder. Dan krijg je een heel leuk mooi vaste randje. Als afwerking en een beetje een luxe draadje. En zo ga je weer helemaal alles af met die leuke, ja, met het leuke glittergaar. En dan maakt het toch meer nog extra mooi. Dus als ik daarmee klaar ben, dan zie ik je weer terug. Tot zo. Ik heb toch besloten om het glitterdraad niet te gebruiken. Ik mis gewoon elke keer de kleur die je eigenlijk zo mooier, ja, roze met wit, dat je het ziet. Ja, je kan natuurlijk alle soorten wol gebruiken en het glitterdraadje, dat maakt een mooi luxe uitstraling. Alleen nu mis ik gewoon de kleur erin. Kijk, ik hoop dat je het een beetje kan zien. Dus dat heb je wel eens, hè, dat je het wil gebruiken en dat je toch zegt van nee, we gaan het glitterrandje niet gebruiken. Kan je mooi dit bolletje bewaren voor een ander werkstuk. Maar dit, ja, dit vind ik toch zonde. Het is mooi, omdat het mooi wel mooi glittert in het licht, maar het haalt wel het effect van het roze met wit weg. Je krijgt dan te veel één kleur. Nee, dus dit is weer gewoon uithalen en dan ga ik dadelijk het kussen aan elkaar haken. Zo, nou, ik ga dadelijk weer lekker verder en ik zie je zo weer terug. Tot zo. We gaan nu de 2 kanten aan elkaar haken en het kussen hoort in het
midden te liggen. Je houdt dus de goede kant boven en de goede kant aan de andere kant boven. Je pakt je haaknaald en je steekt in een willekeurige steek in en je pakt de andere kant een willekeurige steek. En dan pak je je opzetlus. En je haalt je draad door. Dan ga je aan de onderkant weer zorgen dat je een steek pakt. En hier aan de onderkant weer. Zie je? En dan pak je weer je draad op. En je haalt hem door je lus. Dan pak je weer aan de onderkant een steek. En hier weer een steek. En je haalt je draad op door alle lussen. Onderkant een steek, onderkant een steek, draad om de haaknaald en je haalt ze door de lus. Insteken, insteken. Draad om de haaknaald en doorhalen. Nog een keer insteken en je pakt de volgende steek. Draad omhalen en door alle lussen. Insteken, insteken. En misschien is het handig als je het kussen even weghaalt. Ik haal het nu even weg. En dan kan je het misschien beter zien. Draad omslaan door alle lussen. En dan krijg je een mooie rand. En zo maak je het hele kussen af. En als je alles in elkaar hebt gehaakt, dus de mooie randen, dan hou je een heel mooi, dan heb je een heel mooi kussen. Ik zou zeggen, ja, veel plezier met dit kussen. Het is echt heel leuk, een leuk project geweest. Ik noem het het bloemkussen of het cupcake kussen. Daar ben ik nog niet over uit, maar ik zou zeggen, duimpjes omhoog. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video van Iedereen kan haken. Tot ziens!